Mijn voetbalseizoen bij Lyon was echt wel succesvol dit jaar. Dit seizoen hebben we de Champions League finale gewonnen tegen Barcelona in Turijn. En ja, ik denk dat iedereen wel Barcelona als favoriet had uitgegeven, maar we hebben het toch gehaald. En dan ja, ook kampioenschap gewonnen. PSG uiteindelijk op 11 punten gelaten, denk ik, omdat die de laatste wedstrijd nog verloren hebben. Dus ja, echt wel blij met het seizoen. Een Champions League winnen en een kampioenschap winnen is toch altijd heel leuk. En dat zijn ja, doelen die gesteld in het begin van het seizoen. En om die dan uiteindelijk toch te halen na een lang en zwaar seizoen, is dat wel heel mooi. Soms is het wel echt moeilijk om te beseffen dat ik nu 2 Champions League medailles heb als winnaar. Dus dat is heel fijn om ja, dat toch te verwezenlijken. Mijn rol in Lyon is meer als supersub. Ik zit wel mee in de leiderschapgroep, met dan nog een aantal. Ja, het is gewoon elke dag heel hard werken. De concurrentie is superhoog. En ja, je weet gewoon dat dat een hele uitdaging is, maar ik denk dat ik het wel goed gedaan heb dit seizoen. Mijn jongste broer Vincent is in Argentinië getrouwd op 21 mei, net op het moment van de Champions League finale, waardoor mijn ouders ook in Argentinië zaten. En ja, uiteindelijk was het een heel mooie avond voor ons allemaal, want ik was aan het feesten en ze waren daarna ook aan het feesten, dus een topdag. Familie is alles voor mij. Ik ben opgegroeid in een warm nest en ik ben altijd heel blij als ik terug naar Brasschaat kan komen om mijn ouders te bezoeken. Ja, mijn broers wonen nu een beetje overal, maar ik probeer elkaar toch altijd te zien. En ja, ik denk gewoon dat dat een onvoorwaardelijke steun is, mijn familie. En ja, heel gelukkig mee. La faute, justement, sur Janice Kayman. Heel wat opofferingen heb ik al een beetje moeten doorstaan om ja, voor de voetbal te leven eigenlijk. Ik heb 3 broers en ik heb de 3 trouwfeesten gemist, dus dat is wel een pijnlijke, maar er zijn opofferingen voor nodig. Anders zou ik ook niet staan waar ik vandaag sta. Dus ik denk dat niemand het mij kwalijk neemt en feesten kunnen we altijd wel doen. Allez, un bon ballon là, de Marogène vers Kayman. We hebben een family day deze week. Ik heb geluk met mijn ouders en mijn oudste broer, met vrouw en kind kunnen komen. Dus heel leuk om toch wat familie te hebben, want ja, soms zijn de dagen wel een beetje lang. En dan is zo'n break wel heel welkom. Naar de Red Flames komen is gewoon zalig voor mij. Ik denk dat het altijd een heel leuke break is, ook van het alledaagse leven in de club. En ja, dan is het gewoon heel leuk om even te zeggen bye. Ik zie jullie in 10 dagen en dan gewoon volle bak voor de Red Flames spelen. De EK van 2017 was ja, de eerste keer voor ons. Er had zeker meer in gezeten. Maar ik probeer vooral aan die wedstrijd tegen Noorwegen terug te denken. En dan geeft dat goede ja, hoop en verwachtingen voor het komende EK. Ik denk niet dat we het slecht hebben gedaan op het vorige EK, maar ja, gewoon jammer, want er had meer in gezeten. Ik denk de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Ja, hadden we toch minstens een gelijkspel moeten spelen. En dan is het wel jammer dat je dan ook net van Nederland verliest, maar het waren de 2 finalisten, dus op zich niet zo slecht. De ambitie in Engeland is om naar de volgende ronde te gaan en beter te doen dan op het vorige EK. Het zal zeker niet gemakkelijk worden, maar we gaan volop werken en alles geven. Het was een lang seizoen, maar we hebben ook eventjes een break gehad. En ja, nu zijn we volop terug aan het een beetje testen aan het doen om te zien waar we staan. En dan gewoon individueel ook voorbereiden om 100% klaar te zijn als het 10 juli is. Ja, ik denk dat we allemaal wel beseffen dat we een beetje pioniers nog zijn. Er zijn natuurlijk ook nog meisjes en vrouwen voor ons geweest die ook hebben eraan geholpen om ons hier te hebben ook. Maar ja, ik denk sowieso dat zo'n eindronde zoals het EK een boost gaat geven en dat jonge meisjes die misschien op tv zien denken van oh ja, vind ik ook wel leuk om te voetballen met de jongens op straat, maar eigenlijk kan ik dat ook in clubverband doen en heel ver mee geraken. En ja, dat is alleen maar positief, want zo worden er meer en meer talenten ontdekt en gaat het niveau vooruit.